Hij is uh, oud-minister van Financiën in het kabinet Rutte 2... en de voormalige voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem. Welkom aan tafel. Dank je wel. Um, ja, toch maar even, omdat het een, een thema wordt in deze uitzending... over vertrouwen en uh, of het gebrek daaraan. Hoe groot zijn uw vertrouwen, uh, uw uh, zorgen eigenlijk... over het vertrouwen dat Nederlanders hebben op dit moment in het bestuur van het land? Ja, ik denk dat gek genoeg zijn. De Nederlanders hebben nog best veel vertrouwen in hun politici... Uh, zelfs recente peilingen laten dat uh, weer zien. Uh, het grotere probleem is op dit moment het vertrouwen tussen politie en Den Haag. En door ons bestel is er heel veel vertrouwen nodig... om met al die uiteenlopende partijen coalities te bouwen. En dat is op dit moment wel een hels ja. En eigenlijk fundamenteel is dat... het werkt alleen maar als er een vertrouwensbeginsel is. Dus je begint vanuit vertrouwen. Je gaat ervan uit dat ministers, dus ook de minister-president... De waarheid vertellen aan de Kamer. Tot het tegendeel is bewezen. En dan volgt er ook vaak een harde sanctie. Uh, we zijn klaar met u. Was het zo in uw tijd? Heeft u de indruk van. toen ik minister was. kon ik doen wat nou, ik wilde. Niet, maar uh, totdat het fout ging en dan, dan was er vertrouwen? Ik antwoord. denk dat, dat dit al heel lang het uitgangspunt was. in mm -hmm. het omgangsverkeer tussen Kamer en uh, kabinet. Uh, je ziet het al wel geleidelijk aan veranderen. Hè? Dus de vraag naar steeds meer informatie. die al langer gaande is. Meer Kamervragen, meer stukken. Laat ook wel iets zien dat de Kamer blijkbaar dat vertrouwen minder heeft, dat men goed geïnformeerd wordt. Dus het is vrij fundamenteel. Aan wie ligt het? Nou ja, ik denk aan beide. In ieder geval de reactie die mogelijk uit de notulen zou blijken dat er in het kabinet is gezegd, ze krijgen het gewoon niet of mm -hmm. we geven ze minder, is natuurlijk precies de verkeerde reactie. Uh, om dat vertrouwen te herstellen, zul je eerst meer moeten geven. Dan herwin je het, hopelijk, op enig moment. Wat ik zou zeggen, we moeten terug naar dat vertrouwensbeginsel. Het uitgangspunt moet zijn. De Kamer moet ook weer ervan uit kunnen gaan. We zijn goed geïnformeerd. Ja. Is het tegendeel bewezen? Dan zullen we ook een harde zaak Maar zin. daarvoor moet eerst op tafel natuurlijk wat er mis ja. is gegaan. Als blijkt morgen uit die notulen dat de Kamer inderdaad, uh, willens en wetens door het kabinet, informatie is onthouden die cruciaal was voor het dossier, wat voorziet u dan? Nou, dan is de vertrouwens. De crisis is nog groter, de schade nog groter. Dat maakt dus de formatie nog lastiger. En tegelijkertijd, dat zag je natuurlijk ook na dat vorige debat. met de motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. De dag daarna dacht iedereen: oké, okay, en wat nu? Mm -hmm. Want er is ook gewoon een verkiezingsuitslag. De VVD is veruit de grootste partij. Mark Rutte, de populairste politicus. Ook nu nog in peilingen, overigens. Dus je zult ook weer met elkaar verder moeten. Uh, dat is volgens mij toch onvermijdelijk. Ja. Nog heel even één vraag over waar het om ging in de kwestie, uh, waar dit nu allemaal toe leidt. Dat is natuurlijk uh, de toeslagenaffaire. Die uh, begon uh, tijdens uw ministerschap van, uh, van uh, Financiën. Toen zaten die fouten al bij de Belastingdienst. U heeft er zich wel eens eerder over uitgelaten. Voelt u zich mede verantwoordelijk voor wat er toen gebeurd is en waar we nu in terecht zijn gekomen? Natuurlijk, uh, als bewindspersoon, maar ook daarvoor al als Kamerlid. Ik heb daarvoor twaalf jaar in de Kamer gezeten. Uh, ik weet nog waarom het toeslagenstelsel ontstond. Dat had inderdaad te maken met het streven naar wat mevrouw Marijnissen zei. Er moet meer marktwerking komen. Mensen moeten de prijs van de zorg gaan voelen, de mm. prijs van wonen. En dan compenseren we de lage inkomens met toeslagen. Toen zijn er een aantal bewegingen geweest, overigens in de Kamer en niet in regeerakkoorden. Dat is ook belangrijk voor de analyse. De Kamer zei eerst, er moet sneller geld worden uitgekeerd, Belastingdienst. De controle doet u maar achteraf. Mensen wachten te lang op hun geld. De Belastingdienst is dat braaf gaan doen, geld uitkeren. Dat leidde natuurlijk onvermijdelijk tot meer fraude. De Bulgaarse fraude was daar maar een voorbeeld van. Toen werd de Belastingdienst en de Staatssecretaris genadeloos in de Kamer aangepakt op het feit dat er meer fraude was. En gaf de Kamer het signaal, er moet harder worden aangepakt. Dat is onacceptabel. Nou is de Belastingdienst daarin doorgeschoten, dus het is niet zo dat de verantwoordelijkheid dat ik die nu ineens weer terugleg bij de Kamer. Mijn enige punt is, als we de analyse niet compleet maken en dus ook kijken naar wat er in de Kamer aan opdrachten is gegeven door de politiek aan de Belastingdienst, dan krijgen we het lek niet boven tafel. En dus de eenvoudige redenering, kom maar met een dun regeerakkoord, dan zal dit niet meer gebeuren. Ik zie niet het oorzakelijk verband tussen de fouten die gemaakt zijn in de toeslagen, jaren achter elkaar. En regeerakkoorden. Ik en u, zie het niet. U, u gelooft dus niet dat een dun regeerakkoord ons uh, op weg zal helpen... naar meer vertrouwen, beter landsbestuur... waar de drie heren het net over gehad hebben. Een eenvoudigere wetgeving als het gaat om belasting. Nee, ik ben wel voor om in een regeerakkoord... op hoofdlijnen afspraken te maken. Ja. We gaan dit en dat doen. Hoe je het precies doet, hoe je het gaat uitvoeren... daar gaat het altijd fout. Oké, okay. andere kwestie. Ook een actuele kwestie. We hoorden uh, verleden week natuurlijk dat ABN AMRO een boete krijgt. Sanctie van 480 miljoen euro. Omdat uh, er uh, witgewassen geld door het systeem vloeide. Totaal gebrekkige controle. Uh, ja, ook nog maar even. U was toen ook minister van Financiën. Toen de eerste berichten binnenkwamen van de Nederlandse bank. Ja. Waarom is het u toen niet gelukt om dat op te lossen? Uh, nou, ik heb uh, ook sterk bijgedragen aan de strengere wetgeving. Uh, en toen is dat in gang gezet. Uh, AFM en Nederlandse Bank hebben daar van begin af aan ook toezicht op gehouden... en op aangedrongen. En in het begin geef je de banken nog meer tijd. Ik heb zelf veel gesprekken gevoerd met, uh, ook met CEO's van de banken hierover. Gerrit Zalm? Ook, maar ook van Rabobank, ING, mm -hmm. anderen. Uh, en men zat sterk in de houding... dit kost ons ontzettend veel geld. <laughs> ik weet nog dat een van de CEO's tegen mij zei... ik heb nu duizend mensen moeten aantrekken mm -hmm. om witwascontroles te doen. Inmiddels... Bijvoorbeeld bij ABN weten we dat ze er 3800 in dienst hebben. Ja. Mijn punt was: uh, ja, u, u moet dat doen. Dit is een maatschappelijke opdracht. Die is nu in de wet vastgelegd. Europese wetgeving geldt overal. Ook uw concurrenten moeten het doen, omdat u de enige bent die het kan doen. De geldstromen lopen via de financiële sector. Niet goed, dus zeker als je ze wit wil maken, dan moet je via de financiële sector. Het is onvermijdelijk. Ja. Dit is niet gebeurd. Uh, Gerrit Salm en andere bestuurders die uh, kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Dat tot slot nog hierover is dat een goed idee van het OM om naar de top te gaan, zodat dit niet meer kan gebeuren. Dat weet ik niet. Uh, ik vond zelf altijd dat in de financiële crisis waren er veel meer schandalen waar je echt uh, met persoonlijke betrokkenheid van de top van bedrijven soms had te maken met boekhoudschandalen, met echt fraude aan de top. Uh, een voorbeeld nu is Wirecard in uh, Duitsland. Just. Dat type schandalen, daar moet natuurlijk vervolging, lijkt mij, ja. uh, plaatsvinden. Hier is het slecht beleid. Ik geloof niet dat er uh, Gerrit Salm en zijn collega's uh, zelf hebben beoogd mee te werken of te faciliteren. Witwassen. Ze zijn nalatig geweest. Nou ja, dat is in ieder geval vastgesteld in de verschillende rapporten. Er is veel te weinig gedaan om dit serieus en grondig aan te pakken binnen de bank. Okay. Duidelijk. Um, u komt hier ook voor de coronasteun. Er is een hele grote pot met geld. 700 miljard euro zit erin. En daar kunnen alle Europese landen gebruik van maken, aanvragen indienen. om steun te krijgen voor schade geleden door Europa. Maar ja. Wij zitten hier met een demissionair kabinet. En uh, na verluid hebben die nog geen enkel plan ingediend om geld te krijgen uit die pot. Want we zitten verwikkeld in een crisis. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat dreigt wel een probleem te worden. Um, de deadline is verzacht. Dus ja. de plannen moesten al uh, op korte termijn ingeleverd uh, zijn. Dat is nu uh, verzacht. Maar wat wel harder is, is dat uh, de middelen echt besteed moeten worden. Uh, uiterlijk 2023. Dus er zit wel echt druk op. Nederland moet toch echt snel met plannen komen. Um, ja, dus er zit tijdsdruk op. Negen maanden geleden werd dat akkoord bereikt. Er uh, is nog geen cent uitgegeven. De nee. Amerikaanse president die heeft ondertussen 1900 miljard dollar in zijn economie gepompt. Mensen krijgen letterlijk, burgers krijgen een cheque thuis met daarop een bedrag, een fix bedrag. En hier gebeurt er niks. Wat betekent dat voor de positie van Europa, Nederland? Mm. Versus bijvoorbeeld Amerika? Ja, dat is een groot verschil tussen hoe Europa het eigenlijk heeft aangepakt, ook de nationale steun. Want nationale overheden hebben natuurlijk wel heel veel steun gegeven. Hè? Ja. Je kunt eigenlijk zeggen dat in 2020 in Europa en in de VS evenveel is gedaan aan steun. Nu doet Biden 2021 veel meer. In 2020 was het vergelijkbaar, maar het is heel anders ingericht. Dus wij hebben zeker ook in Nederland ons geld veel meer gestopt in het in stand houden van banen, in stand houden van bedrijven. Verstandig. De Amerikanen doen dat veel minder. Die zeggen: nee, als een bedrijf het niet redt, dan is het bedrijf weg. Ja. Maar we stoppen het geld rechtstreeks in de portemonnee van mensen. Dus zijn directe betalingen, directe steunverlening. Dat betekent dat de economie ook eerder gaat opstarten. Dat is een geweldig dilemma. Het Europese Nederlandse systeem betekent ook dat je zwakke bedrijven lang in stand houdt. Die worden nu ook nog eens opgezadeld met natuurlijk heel veel schuld. Mm -hmm. Schuld aan hun leveranciers, schuld aan de bank, schuld aan de overheid. Dezelfde belastingdienst, ja. waar 16 miljard inmiddels uh, aan uh, uitgestelde belastingen uh, staan. Dat betekent dat het voor ons veel moeilijker zal worden straks om uit die startblokken te komen. Er zijn nog heel veel bedrijven met een lode last ja. die niet verder kunnen, die niet opnieuw gaan investeren. En dat slepen we achter ons aan. We weten nu al, de Amerikaanse economie die groeit dit jaar 6,4 procent. Dat is echt gigantisch als dus dat allemaal verwacht, lukt. He, verwacht, hè? He. Verwacht. Als het allemaal lukt, zeker ook. Eurozone 4,4 procent. Maar nu even interessant wat u daar zegt. Uitgestelde belasting van Nederlandse bedrijven. Groot en klein. MKB, van alles en nog wat. 16 miljard, 17 miljard euro. Ja. Kan wat, al meer zijn, maar ja. Wat moet er gebeuren met dat bedrag dat bedrijven nog hebben uitstaan bij de Belastingdienst, die het al heel moeilijk hebben. Wat vindt u? Nou, wat in ieder geval niet moet gebeuren, maar dat heeft te maken met uitvoeringsproblemen, ik kijk even naar mijn overburen, is dat de Belastingdienst de opdracht krijgt om een afdeling bijzonder beheer op te zetten en dan per bedrijf te kijken, moet er nog worden terugbetaald? Moeten we het kwijtschelden? Stellen we ons achteraan in de rij? Moeten andere schuldeisers eerst? Om simpelweg, omdat het niet kan, omdat het. Buitengewoon moeilijk is om daar een rechtvaardige lijn in te ontwikkelen. En de Belastingdienst kan dat echt niet uitvoeren. Dit gaat om zoveel bedrijven in Nederland. die nu schuld hebben aan de Belastingdienst. Wat wel? Dus als de politiek er iets mee wil. dan zou ik zeggen: doe het generiek. Dus als je wil kwijtschelden, scheld het generiek kwijt. Ga niet proberen het specifiek te doen per bedrijf, per sector. Veel te ingewikkeld, veel te veel vragen. En doe het snel. Kijk, de economie kan heropenen. Er is enorm veel gespaard in de crisis. Mensen hebben heel veel geld op dit moment wat ze graag zouden willen besteden, maar door de lockdown niet konden. Maar heel even, hè? want het is belangrijk wat u zegt als oud-minister van Financiën. Zegt u, um, mijn suggestie is: die belastingsschuld die nu uitstaat voor bedrijven, zet er een streep door? Nou ja, je zou je kunnen voorstellen dat je de, de steunmaatregelen nu toch vrij snel gaat afbouwen. Mm -hmm. Uh, en uh, onderdeel van dat afrondingsproces zou zijn om bijvoorbeeld een deel van die grote belastingsschuld kwijt te schelden. Generiek. Dat stelt ondernemers in staat om weer, ze krijgen iets meer lucht om te gaan investeren en om weer verder te gaan. Tenzij ze natuurlijk nog veel meer schulden hebben, ook aan anderen, mm -hmm. dan moet daar ook gewoon een keer het besluit vallen, het houdt op. Maar de samenvatting van wat u zegt is, denk erover na om dit te gaan doen. Want anders kom je er niet meer uit als bedrijf. Ja, Klaas Knot heeft er ook eerder op gewezen. Dit is dus... We hebben geloof ik 46 miljard, misschien is het inmiddels meer... de rekenkamer houdt het heel goed bij op de website... 46 miljard aan steunmaatregelen gegeven. Mm -hmm. Maar daar tegenover staat, en dat was ook bedoeld als steun... maar is een groot probleem omdat die komt terug... die uitgestelde belastingen. Ja. En als je nu de economie snel wil openen... Dan, moet je eh, dan. dan zou er een serieuze optie moeten zijn om die ten dele of geheel... het is aan de politiek, het kost geld... Uh, daar een streep door te zetten. Geldt dat voor een eenmanszaakje, voor een mkb-bedrijfje met tien personen en voor grote bedrijven? In die Ja, optiek? maar die vraag stellen uh, roept al meteen op: van... is dat wel rechtvaardig? Ja. Er zijn ook grote bedrijven die bijvoorbeeld wel winst hebben gemaakt, uh, maar toch ook de belasting hebben uitgesteld. Dit is volop gebeurd. Ja. Uh, en zodra je daarover na gaat denken, ga je het verfijnen. En dan ga je zeggen: Nou, die sector wel, dat bedrijf wel, kleine bedrijven wel, grote niet. Uh, en dan kom je weer in een uitvoeringsmoeras. En daarom zegt u: doe het generiek. Uh, heeft u signalen, want u zegt het nu hier aan tafel? Klaas Knot heeft het eerder tegen mij verteld, hier aan tafel althans een suggestie uh, gegeven. Heeft u signalen dat uh, binnen het demissionair kabinet deze gedachte een idee is wat serieus genomen wordt, waarmee ze al bezig zijn? Dat weet ik niet. Dat weet ik oprecht niet. Um, ik kan me voorstellen dat het wel onderdeel zou moeten zijn. gegeven de omvang van het bedrag waar het over gaat. van een kabinetsformatie. Wat betekent voor, dit voor de schuldenpositie van Nederland. voor de staat van de economie. en de staat vooral van de schatkist. waar u ook jarenlang naar gekeken ja. heeft. als je daar 17 miljard euro. niet geïnde belastinggelden. uittrekt? Die krijgen we niet meer. Ja. Nou, uh, in de eerste plaats. het beeld is. Dat moeten we toch even, nu ik toch hier zit, rechtzetten. Hmm. Dat in deze crisis er heel veel steun is geboden... en in de vorige crisis alleen maar bezuinigd. Maar wat voor wij treft u vaak, althans als kabinet... toen de tijd waar u uh, het voorbeeld van was... Wat gaat in de financiën. vorige crisis, die natuurlijk ook vijf jaar duurde... is de staatsschuld opgelopen van 45% naar bijna 70% in mijn tijd. Enorme groei, 25% punt. Nu in deze crisis is de staatsschuld pas opgelopen van... nou het was iets onder de 50, naar iets onder de... 60, waar we nu zitten. Veel minder oploop van de staatsschuld. Ik maak me nou dus op dit moment ook veel minder zorgen over. De staatsschuld is ook in absolute euro's, was die in mijn tijd uh, groter, bijna ja. 400 miljard. Daar zitten we nu nog niet aan. Dus die staatsschuld is op dit moment niet mijn grootste zorg. En als je snel uit de crisis wil komen, uh, dan zou ik zeggen: benut nog de ruimte die Nederland gewoon heeft in die staatsschuld. Daarom wil ik hem ook altijd. In goede jaren kleiner hebben, mm -hmm. zodat je ruimte hebt in slechte jaren om de economie uh, en de sociale welvaartsstaat te steunen. En daar zit voor u de ruimte om die belastingsschuld van bedrijven te schrappen? Het kan, wat u betreft. Ja, dat zou ja. echt een hele effectieve, snelle en korte termijn ja. maatregel zijn om de economie te helpen. Een slotvraag, meneer Dijsselbloem. Hoe schadelijk is het voor de Nederlandse economie als een toekomstig kabinet nog heel lang op zich laat wachten? Herfst, winter van dit jaar. Wat betekent dat voor de slagkracht van Nederland? Ja, dat is, klinkt misschien gek, maar ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt. Uh, de economie staat te popelen om weer open te gaan. Mm. En uh, wanneer we straks gevaccineerd zijn en de economie mag ook weer open, zul je zien dat er enorm veel inhaalgroei uh, komt. Omdat mensen hebben heel veel gespaard, we willen heel graag weer. Winkelen, naar restaurants, uh, dingen kopen op vakantie. We worden, we worden een beetje België. Het maakt niet zoveel uit of je een uh, kabinet hebt dat er zit of niet. Dat is zo. Maar voor de langere termijn structurele problemen van Nederland is het natuurlijk een drama. We, de woningmarkt is compleet verziekt in Nederland. De arbeidsmarkt is nog steeds niet hervormd. De hervorming van het pensioenstelsel zit er nog grote problemen in en dreigt vast te lopen. Moet ik doorgaan? Het klimaatprobleem. Dus we hebben als Nederland echt inmiddels grote issues. Die lang zijn blijven liggen. En daar is een nieuw kabinet echt voor nodig. En daar is overigens ook een stevig regeerakkoord voor nodig. Want anders weet ik niet of we doorbraak gaan realiseren. En dat heeft wat u betreft meer inhoud dan één A4'tje. Ja. Jeroen Dijsselbloem, dank u wel voor uw komst vandaag naar Buitenhof. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.